Nou, niets vermoedend zit je nu hier op de bank. Ja, goedemorgen. Wat zou er aan de hand zijn? Goedemorgen. Ja, even denken hoor. Wat voor dag was vandaag? Het is vandaag zondag. Zondag en ik kreeg heel vroeg een broodje schimmelpit. Ja. Dus dan zou het denk ik vaderdag. Ja, nou, ja? Bijna. Nee, net niet. Oh. Geen Sinterklaas, geen kerst. Het zal wel vaderdag zijn. Oh, dat kan niet meer raden. Echt niet normaal. Heb je hier een klein blond muisje, wat een soort van okay. In paniek was? Oh, was je in paniek? Eerst die en eerst die? Ja. Oké, okay, ja. Zo de volgorde. Oh, oké. Okay. Okay. Stroopwafels? Ga je openmaken? Ga gewoon openmaken. Ja, 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 ja. Een potje. Aardappel. Ja, ik denk gel. Tada! Ja, dat mag niet meer aan. Maar wel junior, dus nog geen senior. Dus dat is wel. Ja. Tada! Doosje bonbons. En praat. Niet jij in te doen. Je gaat niks zeggen. Weet je wel wat erin zit dan? Ja. Ja, was je erbij toen gekocht werd? Ja. Tadadadadada. De achterkant. Ai, van Gils. Lekker. Waarschijnlijk mijn papa stinkt. Zo jammer dit. Oh. Nee, ja, dat is een grapje. Dat is een grapje. Ah, die vind ik lekker. Kijk. Dat is een lucht. Doosje. Tubetje voor een douche. En een flesje. Lekker? Nou, lekker. Piep. Van Gils. Zo. Oh, waar ben je nou opeens? Dus loop je weg. Oh, je hebt nog wat. Nou komt de self-made. Oh ja. Oké. Okay. Nou, ik zal even voorlezen. Voor papa van Bobbeli. Het is vandaag vaderdag en ik heb een schema. Oké. Okay. Waar een kleiner om in staat, dan moet je naar beneden trekken. Stap 2. Nee, niet eerst. Oh, je moet eerst. Oké, doe het. Stap 1. Okay. Stap 1. Stap 1. Even aan de onderkant moest je iets uittrekken. Kijk, daar heb je ja. Hier moet ik aan trekken. Ja. En helemaal eruit trekken. Helemaal eruit trekken. Oké. Okay. Oh, nou. En dan? En dan. En dan. En dan. Stap 2. Nu ga je voorzichtig openmaken. Oké. Okay. Nou. De beste papa. Die ga ik hier maar openmaken, denk ik zo. Oké. En dan voorzichtig. Er zitten hier pijltjes op. Ja, nou dat zit wel goed vastgeplakt. Zit het goed? Oké. Ja, ja, ja. Ja. Ja, er is wel aardig wat lijm gebruikt. Voorzichtig! Ja. Ja, hij komt. Maak open. Ja. Kijk, dat is mooi. Eens even kijken. Ik ga de achterkant openmaken. Kijk, dan wordt iemand al heel gespannen. Heel voorzichtig! Oh, heel voorzichtig. Ja. Het ligt de hele kamer vol. Oké. Ja. Het ligt de hele kamer vol. Ja. Oké. Ik heb hier nou iets groen. Dus we gaan iets van iets heel groots. Ga ik naar steeds kleiner. En dit is een soort papier-maché. Crêpe-papier. En dat moet ik ook weer openmaken. Oké. En dan... Kijk. Jawel. Je bent de beste, papa. En deze, I love you, papa. En dan kunnen we... Je opdraaien, omdraaien. Kunnen we omdraaien. En dan, je bent de beste, papa. Kijk eens eventjes. Nou, super gemaakt, schat. Hartstikke leuk. Nou, dan kan je ook nog klappen zo. Applaus voor jezelf. Yay. Nou, super leuk. Dankjewel, echt heel leuk gemaakt. Hey, topper. Mijn meisje. Lekker ding.
Nou jongens, dit was eventjes het begin van Vaderdag. Nou, cadeaus, ben je alweer druk bezig? Ja, moet je rustig in doen. Zal ik het deze kant duwen? Ja, is goed. Zo, heb je. Zo. Ja. Nee? Jij duwen. Ja, ja. Kijk, nou zit hij erin. Aan mijn kant zeker, jij kan ook iets doorduwen nog. En volgens mij hebben we nog een regeltje achterin. Misschien zit er nog ietsje achter. Moeten we even kijken? Nou, volgens mij niet, want dat plankje zit ietsje naar voren. Waardoor die niet volgens mij niet helemaal dicht kan, want zo zat hij altijd al. Ja, zo zat hij altijd? Stak hij altijd zo een beetje uit? Ja. Oké. Okay. Hij heeft altijd al een beetje uitgestoken. Kijk. We waren goed in, heel goed. En dan heb je wat heb je onder op de bodem? Zaagsel. Zaagsel op de bodem. En dan hooi en stro. Ja. Heb je daarboven? Ja, plus die. En dit is de ondergrond. Ja, de ondergrond, ja. Dit kan je, het maakt niet uit welke volgorde. Ja. Wij doen altijd eerst stro en dan hooi maken. En heb je gisteren natuurlijk nog vers geplukt? Van ja, dat ligt hier nog een beetje. Ja, dat vinden ze ook lekker. Ja, Sophia ging net alweer de knagen. Ja. Sophia zit nu buiten. Sophia nu buiten. Nou, Sophia. Sophia. Nou, ik ben goed bezig. Dus ik ga even het deurtje openen, dan ga ik alles weer naar boven doen en moet ik even dit schoonmaken. En de onderkant even aanvegen. Ja. Dus. En ding, ben je stil? Maar nou kan ik je vinden. Je bent druk bezig. Ja. Wat ben je aan het doen? Olifanten. Olifanten? Ja. Voor mijn werkstuk. Ja, ze zijn werkstuk aan het maken. Oh, je werkstuk aan het maken. Ja. Dus ja, daar moet hard voor gezocht en gedaan worden. Ja. Dus dus we zitten volop in de olifanten. Zij moet hem helemaal maken. Dus ze is hard aan het typen. Want we hebben nog 2 weekjes en dan moet hij af zijn. Oké. Okay. En je denkt, joh, 2 weken is tijd zat. En dat is ook zo. Want waar was die pagina net? Want dat maak je hierop. Ja, op Word. In Word. Oké. Okay. Laat maar even, scroll maar even heen wat je allemaal hebt. Wacht, even naar boven. Even naar boven. Dit is mijn begin. Ja. Olifant, hier mijn naam enzovoort. En dan heb ik hier een heel inleiding heb ik. Okay. Ik heb gekozen voor het onderwerp olifanten. Ja, je moet niet lezen. Dus dat. Dan hier inhoudsopgave, wat zo. Ik allemaal ga vertellen. En hier, dit is voor onszelf. Oké. Okay. Veldkenmerken. Dus een soort van kladje, een beginnetje. Hier moet dan een goede tekst van gemaakt worden. Ja. Okay. Maar het is allemaal informatie die we al gevonden hier hebben. Hier woongebied. Oké. Okay. Het leefgebied van 100 jaar geleden van de Afrikaanse olifant, dat licht oranje, een beetje dit. Ja. En nu is het dat donkere. Okay. Dan heb je de Aziatische olifant, dat zit in Azië natuurlijk. En dat licht is wat ze hadden en dat donker is wat ze nu hebben. Dus dat is echt heel weinig. Dat is echt heel weinig. Ja, daar is het goed als over. En dit is poep. Oeh, dus, ik ben lekker bezig. En jij hier voor de vijand, ja. Voortplanting. Je bronvermelding, wat we allemaal daarin hebben gestopt. Voor wat voor boeken we hebben gebruikt. Wat voor websites we hebben gebruikt. Dat hebben we hier. Oké. Okay. Nou. Dus dat hebben we nu allemaal. En wanneer moet die al klaar zijn? Over 2 weken toch? 6 juli. Oké. Dus dat hebben we nog wel heel veel. Dat heb je eventjes. Voor. Ja, maar we moeten ook nog veel doen. Ja, ik moest je kwijt eventjes. Maar nou snap ik waar je was. Nou, op naar de opa's. Vaderdag. Ja. Dus we gaan even bij hem kijken. Ja. Heel benieuwd. Kook. Dat heb je niet gezien, hè? Wacht, hebben we 50 cent mee? Waarom? Waarom? Voor de lift. Voor de lift, ja. Ja. Voor de attractie. Ja. Ik ben heel benieuwd voor de attractie. Ja, maar hebben we mee? Ja. Waarom? Ga maar even kijken. Kom maar goed. Mijn jas is al. Dit kan ook, want wij gaan weet je niet. Hier. Oh. Zo, hoppatee, alle spullen mee. Ja, is gelukt, dus weet je. Hallo. Mag ik nu daar een gifstof aan door de boom heen. Ja, hoi. Laten we eens even vast blijven houden, knopje. Heb je even? Ja, er komt wat hoor. Hé, maar heb je geld bij je? Ik heb geen klein geld bij. Ja, ik heb geen klein geld bij. Dat is een rekening. Dit is een kermisattractie, hè? Pinnen mag ook, hè? Ga even. Pinnen mag ook, Bobby.
kermisattractie. Oh, wat gaaf. Ik wil. Schiet op. Ja, heb je even. Ja, hey. Het is de pausmobiel. Wat is dit? Dat komt zo beneden naar beneden. Gaat zo opzij. Dan moet hij het opzij en dan. Nee, dan duwt hij zich waarschijnlijk naar beneden, dat ding. Nee. Oh, dat gaat wel open. Gewoon een knopje vast blijven houden. Het is zelf een P, hè? Hij stopt daar even. Hij rekent nu uit, ja. Zo. Nee, dus de dwarsbalk. En dan komt hij op de grond. Mooi hoor. Ja, ja. Netjes hoor. Ah. Ja, snel af van. Wanneer moet ik stoppen? Ja, wanneer moet ik stoppen? Ja, hij stopt zelf. Ja, je geëfteling. Ja, dan kan je er even zitten. Moet die hier laten? Ja. Ja. En dan doe je je voetenplaatje naar beneden. Nee, dat is één helft, denk ik. Zo. Dat we daar. Leuningje naar beneden. Veilig gaan ze niet meer. Veilig gaan ze hier maar. Ja, ja. Zo. Dat is een Efteling, hè? Dat is ook dicht. Hup, en dan? Zo. En je gaat naar boven. Je duwt hem de richting naar boven. Nee. Ja, naar boven nu. De zijkant. Ook zo vast blijven houden. En dan moet ik straks hem naar voren doen. Oh my god. Nee, ja, dat gaat vanzelf. Dit moet echt raar. Doedels! Doei! Doei! Ja. Oh, dit is echt raar. Heb je bovenop zo'n dingetje? Ja. Ja. Oh, dit voelt echt raar. Eigenlijk moeten die hier allemaal net op bij de Efteling. Die poppetjes met die rode neusje. Dan stopt die weer. Dan gaan we nu even dat ding inklappen, anders kan je niet naar wc. Huppeta, mooi hulsje verstopt. Hup zo. Nou, hey, Doedels. Tot de volgende keer. Ja. Doedels. Oh, straks gaat hij echt veranderen. Doedels. Ja, doei. Doei. Tot ziens, in de Efteling. Yes, tot ziens. En wat gebeurt er? Niks, hij gaat dit is echt raar. Ah. Wow, gaaf dit. Ik ben nog bang dat ik afkletten. Vierde etage, dameskleding, uitstappen. Oké, dan moet ik niet de andere kant op. Ja. Oké, ga ik er nou niet. Wat? Ja, dan ga ik weer. Dan gaat hij straks weer stoppen. Ja. Tussen die twee blauwe pacing. Parking. Stopt die tussen en dat is ook een plek waar hij oplaadt. Oh, ja. Oh. Ja, bovenin ook trouwens. Laat hij ook op. Nou, netjes hoor. En dan ga ik even wachten tot hij naar beneden gaat. En dan gaat hij zo naar beneden. Dan gaat hij vanzelf weer verder. Ja, ik zie je zo meteen een vraag. Werk zou moeten. Ik heb nog gaten in je trap lopen zitten. Ja, dat geeft me. Dat is al te onbelangrijk. Ja. Als hij weggaat, dan zijn we er niet meer. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij hoor. Kijk eens eventjes. Zo. Ja, ja. Probio. En dan hier. Ja? Ja, doe maar verder. Ja, je vochten. Wat? Nee, dat zijn de... Gewoon in blijven drukken, Bobbly, hè? Dat doe jij dat. Moeten we uitstappen. Kijk, dan gaat hij hier gaat hij stoppen. Dan gaat hij dus zich laden. Hup, zo. En dan gaat het ding uit. Ingedrukt houden. Zo, ja. Dat doe ik. Ja. Ja, neutrale stand. Nou, oh. Wow. Zo, ja, hey, er komt even iets. Zo? Ja, hey, pof. En dan komt hij er beneden hoor. Zit je? Nee, doe ik nog niet. Wat nee. Wachten, leuning. Die naar beneden duwen, ja? Voet naar achteren als je komt. Ja, je voet is Geeske dus helemaal ja. Op het plankje houden. Riempje vast, ja, ik zat niet meer voor, maar goed. Ja, ja.
Rustig als die zie je niet meer terug. Ja, precies. Dat was gezellig. Zo, en dan mag je met die de hele tijd dit doen. Oh, ja. Gewoon de hele tijd vasthouden. Daar gaan we al. Even rustig naar rechts doen. Ja. En aan. En zo vasthouden. Doordrukken. Ja, en de hele tijd vasthouden. En vast blijven vasthouden. Ja. En als je boven bent, ga je altijd gek. Ja. Ja, loop maar mee zo. Hij schommelt een beetje. Ja, ja. Ach. Oh, dit is wel heerlijk, zeg. Dit is net de Efteling. Ik doe niks. Nee, maar vasthouden. Dan gaat dat ding omhoog. Dan kan je naar de wc toe. Hoppata, mooi. Dan moet je hem vasthouden en dan ga je straks omhoog. Dan ga je weer hoor. Nou, tot ziens. Oh. En vast blijven houden, hè? Je kan meteen kijken of je stof moet komen. Ja. Kijk eens eventjes, daar gaan ze hoor. Oh, ik zie het licht al. Die zie je niet meer. Terug. Oh, je hebt ook nog wel water staan. Ja, joh, ach. Kijk, en dan stop je meteen vasthouden. Ja, kost wel moeite. Daarboven die spiegel kunnen we weg. Zes weken later komt ze weer terug. En dan ga je straks. Het is net wubbelhokkels. Even naar de maan geweest. Het is wel mooi hoor. Ja, en laat je nu los? Nee, loslaten. Ja, en je hebt een riempie nog, hè? Riempje losmaken. Oh, rustig. Oh, knal. Leuntje omhoog geweest. En dan moet je over dat plankje heen te stappen. Ja, dat gaat er wat worden hoor. Want de grootste ongelukken kunnen nog. Zo. Ja, in de leden gebeuren. Dan bobbel je. Ja, nee. Moet je je riem vastzetten? Is het verplicht? Ik heb geen idee waar ik Nee, het is geen verplichting. Geen verplichting tot de riem. Maar je moet het rustig uittrekken, want dan... Net zoals met de auto riem. Ja. Leuninkje naar beneden, Bobberie. Leuning. Dag lieverd. Tot ziens. Ik weet niet hoe het met stroom zit, maar goed, dat zie je wel, Bobberie. De zonnepanelen moeten nu ook over, denk ik. Ja. Ik heb het bekkie. Hij laat daar op, hè? Ja, hij laat steeds op. Hij laat elke stuk waar hij stilstaat. Dit is een aansluiting in het kamertje, een stroomaansluiting. Ja, dan gaat het ding weer omhoog. Ja, super hoor. Ja, het is wel heel mooi. Oh, laat hem maar boven staan, wil je dat, lieverd? Ja. En dan zie je hem boven. Nou, dan kan ik ook gewoon weer naar beneden. Ja, ik heb weer lopen. Heb je tablet bij je? Ja. Ja, die zit in de tas. Hier ga ik nog lang mee klieren. Dat denk ik ook wel. Klieren zelfs. Klieren. Yes, doei. Dit heeft 28 jaar, hè? Als het kan. Staat herfstal. Overzien. Die paars vind ik niet mooi. Even kijken, wat heb ik nog nodig? Meer heb ik even niet nodig, hè? Tasje misschien? Nee, voor nu niet. Ik ga even uit de winkel en dan gaan we ze. Oh, wow, jongens, gezellig druk hier. Oh. Ik ga even naar mijn tas. Ik doe even dekje, beenbeschermers en de bruine hoofdstel. Ga ik even lopen, want anders kan ik zelf niet zien hoe het eruit ziet. Kijk nou. Wat een beauty. Het is nog niet helemaal ideaal, maar ik vind hem leuk, jongens. Jongens. Welkom, dit is Sugar Girl. Eén van mijn ponies, mijn eerste pony die ik op Star Stable heb. Wat zeggen ze allemaal in de app, schatje? Hebben ze nog leuke dingen? Hoe oud ben je? Nou, ik word bijna 10. Dus dat betekent dat ik nu 9 ben. Ja, op 8 juli word ik dus 10. Dus dat is bijna. Ja, dat is zeker bijna. Bijna jarig. Zo. Kijken. Even kijken, moet ik kijken hoeveel mensen om me heen staan. Misschien is het wel leuk om even een groepsfoto te maken. Ga ik even omdraaien. Als jullie allemaal gezellig bij mij in de buurt komen staan, maak ik nog even een groepsfoto hiervan. Oh, als ik mezelf nog maar terug zie, jongens. Ik kan mezelf niet eens meer vinden. Al die grote paarden. Maar kijk, ik sta in het midden. Ik heb hier een vraag. Wat vind je het leukste starterspaard?
leuk. En ik qua paard vind ik zelf die wat grotere paarden leuk. Ik heb daarom zelf een Tinker nu. Maar die Shire vind ik ook leuk. Maar ik moet zeggen dat die Engelse volbloed een heel mooi slank paard. Wat zo mooi kan springen, vind ik ook fantastisch. Dus eigenlijk vind ik alles wel mooi. Ja. Ik heb nu nog 2 konijntjes. Ja. Even kijken hoor. Nee, je kan geen Star Stable op de tablet doen. Dat is goed. Ja, ik zie het. Nee. Je kan dat niet op je tablet doen. Dus daarvoor is het ook echt speciaal gemaakt op je laptop of op je computer in dit geval. Ik doe het op mijn computer. Zullen we even naar Fort Pinta rijden? Nou, ik denk niet dat ik een eigen paard wil. Maar ik denk dat ik wel een verzorgpaard wil. Dat kijk, zou ik wel kijk jij eens met de camera achterom. Camera achterom? Ja, even met de muis even omdraaien. Kijk, iedereen rent achter me aan. Ik mag wel op je hart. Nee, ik denk die expres een beetje langzaam. Dan kan iedereen me volgen. Vind je je starterspaard mooier of je Tinker? Ik vind mijn starterspaard vrolijker. Maar ik vind mijn Tinker mooier. Mijn starterspaard die lacht zo lief. Die heeft echt zo'n gezellig gezichtje. Ik ga even hier overheen springen. Want nu kan ik ineens heel goed springen met deze. Oh, oh. Ik moet natuurlijk wel op het goede knopje drukken. Sorry. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!